Wij gaan terug naar Engeland, naar de stad London. Alwaar wij een Romein gaan proberen, of niet een Romein, alwaar wij van de Romein in onze stad, of een Griek eigenlijk, een Romein, ik weet het niet. Er is een standbeeld van hem gejat. En het is aan ons om het standbeeld te recoveren. En de dief ook, ja, zijn vet te geven. Zo noemen we dat. Geven ze een vet. Even kijken. London is hier. Ik heb daar een fast travel. Maakt het nog makkelijker. Dan gaan we die man even opzoeken. Hij zou hier in de buurt moeten zijn. London. At the heart of London. Near the amphitheater's main entrance. Ja, dat zou dan toch hier ergens moeten zijn. Hier is zo'n quest giver. Dit is ook echt hier. En dit is een man met een sleutel. Deze man kan ik mee praten. I have a friend who needs that little Roman man you have. Octavian of London. I have a guess who your friend is. And no, Osbert. Osbert cannot have his greasy pedestrian fingers on something so exquisite. Osbert? Oh, that is delicious. Yes, Osbert. A name Osbert. Fit for a poor failure. It'll cost a cow's weight in silver to get it in his hands. Ah, ik had met 5 charisma had ik hem kunnen ompraten, maar dat heb ik niet. Ik heb pas 3. I'll give you the filthy silver. Oh, that is... Thank you. Well, I should hope so. You may take the legionnaire. I'll have to take this back to Osbert. Osbert. I'll have to take this back to Osbert. Oké, dat kunnen we dan gewoon fast travelen naar mijn eigen... Ravensthorpe, toch? Ja. Ik zie geen marker erbij staan. Ik zie geen marker erbij staan. Dan ben ik toch benieuwd wat dit mij gaat opleveren. Ik had met 5 charisma had ik hem kunnen overtuigen. Met zoveel fighting matches heb ik nog niet eens onderweg ben ik nog niet eens tegengekomen. Ik had ook weer supplies gevonden hier en daar, dus ik kan misschien ook weer wat bouwen. Is dit te bouwen? Ja, kijk, 600, kost 600. Change your haircuts, hoppakee. Bouwen wat ik bouwen kan. To a shop. Klaar. En Ravensthorpe is weer een leveltje omhoog. Nou, Octavian. Wat levert het mij op dat ik dit voor jou heb geregeld? Ja, report to Ranvi doen we meteen daarna. A rivalry for the ages. Ja, hallo? Ja, ja. Octavian, I have something that may interest you. Hmm? Maximilian sends his regards. What? He gave this to you? That perfect little wretch. How did he bring himself to part with it? Ask no questions, hear no lies. I only hope you enjoy it, and that neither of us have to see that man again. Oh, thank you, Eivor. Thank you. Kijk. I must take my leave. So long. We hebben hem mooi geholpen. Bonum fortunum in your travels, Eivor. En dan gaan we nu kijken. Hey, wie kan ik hier doen? Osbert.
Ja. Osbert. We gaan nu verslag uitbrengen bij Randvi van onze daden in Sarabsha. Er is natuurlijk geen deur aan de zijkant en niet aan de achterkant. Hé. Hey. Hier is een sidequest. The New Craftsman. Oké. Okay. Wie ben jij? Een dwarf. Eva Wolfkist, is dat you? Is een dwarf. Do I know you? You were too young to remember me, but I stayed with your household many years ago. This is for you. An ornate horn. Sutunga. How is this possible? Can you conjure things from dreams? It's only a model. I fashioned it from a story told to me by your father, but since he's dead, I offer it to you. It is exactly like a sword. In my head, as Varin described it to me. Have you made other things from stories? Daar komt de valk aan, the storyteller is very good. Your father was. He would have made a good scald. Could you do it from dreams or visions? Bring something into this world from another. Zou het het woord vision? Speak, and fewer yet speak clearly. Seers talk too much and cloud your vision with... What's this about bringing things into this world from another? More like... imagining it into our world. When I have the image, its design speaks to me in a language I do not know, and yet understand. This is Sutunger's meat horn, Valka, from Jotunheim. Svarin described it to him. I do not like this business of trafficking in visions. But if it revives good memories of your father, there may be value in it. I will bring you a potion that will let Eivor dream and speak clearly. If you take advantage, your death will be painful. Nah, you need not go to so much trouble. You could give me the recipe. I will bring you a potion. Do not dig too deeply. We do not know the true cost of this. Zij vertrouwt hem niet. There will be no cost to the gods. You heard him. He does not take things from their realms. He imagines them, then crafts them. Not the cost to the gods. To you. I will get the workshop ready. Come by when you want to get started. Dan moeten we natuurlijk weer neerzetten. Ik heb net die kapper gebouwd. Oh, building complete. Staat er automatisch. Dat is wel nice. En hij heeft dan ook try the new potion. Gaan we doen. Ik ga gewoon door het raam naar binnen. Oh, dat kan blijkbaar niet. Nee, ik kan niet door het raam naar binnen. Ik moet door de deur naar binnen. Dan gaan we door de deur naar binnen. Eva. Drink the potion, daar gaan we. En luister goed naar mijn beschrijving. Dan kun jij het craften. Valka has promised that any harm you suffer will be visited upon me tenfold. She is protective of her people, but I must exact a promise from you. You must not speak of this to anyone, whatever happens. I swear upon my life, I will not. Ik ben benieuwd wat voor visioen we gaan krijgen. Die visioenen zijn altijd vreemd, hè? Daar gaan we weer, de droomwereld in. Waar dromen we deze keer van? Odin's second son is Balder. Dat hebben we in God of War gezien. An impossible task. Ben benieuwd. Oh, dit ziet er inderdaad bijzonder uit, ja.
Een grot. Daar liggen wij te slapen. Wij zijn Odin. We hebben die ooglap erop. Wij zijn de embodiment van Odin. Ook met die Raven Cloak. De raaf van Odin. When you're near, dear Raven, my memory is sharp. My aim unmuddled. Down there in Niflheim, things are less clear. You know I cannot take you. I can barely get myself through the warding wall. Only then by abandoning my trusted weapons. Do not sulk. I will not risk you. For who then would remind me of my purpose? Yes, Balder, my son. The light of the world locked away in Hell's dark castle. He was taken too soon, stolen from us. I shall not rest till I have denied destiny and brought Balder back from the dead. What? Brought Balder back from the dead? Zo werkt het niet, hè? If it is to be done, best it were done quickly. It is time to go to hell. We gaan naar de hel om Balder daaruit te redden. Is dat de gedachte? Enorme sprong. Oh, vogelkooi. Filmpje. Kaltstad. Ja, dat kun je wel zeggen. Here in Niflheim, each time you begin a new run, a random selection of starting encryption will be available. Oké. En nu? Ik loop gewoon daar maar naartoe, denk ik, hè? A random selection of gear. Status effect. Het is een soort van challenge room, is het. A lockbox only opens when all enemies are defeated. Niflheim's riches are doubly defended. I must kill the guards before dissolving the shield. You rat! Won't take long. Ik heb ook niet mijn skills en ik doe bijna geen damage. Dat is interessant. Ik heb dus ook al mijn skills niet. Gooit stand in mijn gezicht. Ontplofpijlen. Weinig damage. Goed, we komen er wel. Coins plus 40. Kist is open. Reward choices. Choose only one of the rewards. The others will be lost. Instantly kill regular enemies with light and heavy finishers. Dat is wel nice. Life.
or death. Daar is een hartje omhoog. Daar is een... Ja, wat is het? Is dit de quest ook? Ik heb geen quest. Dream Inventory. Niflheim. Locations. Ja, Kaltstad. Everold. Tutorials. Niflheim. Oh, dit zijn allemaal dingen die ik... Ja, hier kan ik niks mee. Als in, dit doet verder niks voor mij. Zie je dat? Ik kan upgrades vinden. Maar dat doet voor mij niks. Health upgrade? Nee. Kan ik fast travelen hier naartoe? Nee, ook niet. Reset. World, ik kan ook niet uit. Even kijken wat er dan. Ik moet steeds één kant kiezen, denk ik. No going back. Ik weet ook niet wanneer ik dan klaar ben, snap je? Lekker stealthen. Kan niet stealthen. Wie wel? Toch aardig stelt. En zo heb ik de kist geopend. Health upgrade. Dan kan ik daar naar de F. Volgens mij de enige weg is die ik nu heb. Just my name. That skulking figure has the demeanor of a thief. Well, better to lead me to things of value. Had ik weer een stelte, maar dat lukte niet helemaal. Hebben ze mij gezien? Ja. Hij heeft mij nog niet gezien, lijkt het. Kijkt ook de andere kant op. Misschien kan ik hem nog stealthen. Ja. Daarmee opent zich ook deze kist. Raise Draugr. Release a poisonous miasma. Increase range damage when equipped. Plus 10 stun. Raised Draugr. Release a poisonous miasma when they die or expire.
The rest of your current run. Wat? Waar wil ik heen? Wat is het doel? Ik weet het niet. Elk shrine is known to be places of healing. Waar wil ik heen? Ja, die kettingen, daar kan ik overheen. Daar kan ik niet meer terug. Nou, dat is allemaal prima. Dat hebben we net ook al gezien. Maar waar wil ik heen? Wat is het doel? Ik vind gems, ik vind geld. Ik mis mijn skills. Hè. Het zijn echt individuele runs. Open zowel die kist, maar waar wil ik heen? Increase max health. When your health is high, successful hits increase attack. Oh, dat lijkt me wel goed. Waar wil ik heen? Ik volg gewoon de looproute, zoals de enige manier is die ik kan uitvoeren. The study and the choice of rewards. De study. Is dit een study? Ja. Critical chance after dodging. Increase speed after hitting weak points. Wandering merchant. Only one of us leaves in one piece. Some boss man. Ik heb niet de stamina om te dodgen. Keep the ball. Goed zand in mijn gezicht. Eraf. Zo'n wandering merchant is daar, denk ik. Daar is een healing plek. Ik denk dat ik die healing plek wil pakken. Want ik heb wel wat damage gepakt. Kijk, die healing elk. Er zal toch ook een einde zijn aan deze hele zoektocht. Kijk, hier hiel ik van. Defeat all nearby enemies within the time limit to unlock the hell chest. Oké, dus is hier ook nog een time limit.
De man vliegt. Fuck. Hij kijkt op mijn kant op. Oh, het fluitje trapt hij wel in. What's that about? Ze trappen wel in het fluitje skill, maar niet in alle andere skills die ik heb. Anderhalve minuut. Dus het telt sinds dat ik gezien ben, gaat die tijd pas in. Het werkt wel in mijn voordeel, kijk eens. Hier. Raise a Draugr warrior to fight by your side for a short duration. Nou, dat lijkt me wel wat. Allies. Nieuwe ability. Dreams plus 4. Maar waar moet ik heen? Moet ik het kasteel in? Is dat het? Hier is een merchant. Why go to some other shop when my shop will come to you? Klinkt goed. You carry your whole shop with you. That is quite a feat. No, inderdaad. Anything can be negotiated if you have the means, even this difficult land. Would you like to see what I have? Graag. Let us get down to business then. Even kijken, wat heeft hij? An ability? Elite damage, back damage, headshot damage. Upgrade any ability. Dit is allemaal niet zo heel spannend. Elite damage en back damage is misschien wel interessant. En dan moeten we hier naar binnen. Daar is dan de boss, denk ik. Want er staat iets wat lijkt op een boss ding. Wat is dit voor enorme arena? Bangardr. Ik denk dat dit inderdaad de arena is. Why do you not face me, Queen of the Shamed? Hella. Or better yet, give me back my son, and I shall leave you in peace. I can shape dead flesh into new life. Summon an army with a whisper. What makes you think you still have power over me? Then why would you not show your true self? What is it you fear? My fear is beyond your imagining. Your fear, however, is well known among the dead. Fenrir. Fenrir. Balufulufulu. Hier. Doe jou lekker fire damage. Sluip je gezicht. Oké, hij gebruikt een bijzondere truc. Ik vergeet om dodge roll te doen.
klinkt verder dan dat ik hem kan schieten. Oh, ik vergeet weer een dodge roll te doen. Zie, ik moet alle damage doen die ik kan doen. Ik heb op een verkeerde knop gedrukt, waardoor er een enorme lag spike was in één keer. Sorry daarvoor. Ik zal proberen niet nogmaals op de verkeerde knop te drukken. Damage die ik kan doen is natuurlijk meegenomen. Hij verdwijnt. Vergeet weer te dodgen. Maar schiet hem in zijn gezicht. Raven's Flight outfit unlocked. En nu? Return to Odin's camp to spend them on upgrades. Maar wat moet ik nu doen? Ik weet niet wat ik moet doen. Waar moet ik heen? Wat? Hier is een deur. Kan ik... Filmpje. Some dark design. Ja, dat zal. Het gaat nog verder. Dukkerland. Dukkerland. We zijn in een soort van luchtwereld. Kijken of ik hier een checkpoint van kan maken. Kan ik hier save? Ik kan in elk geval healen hier. Als ik hier kan save, dan gaan we hier gewoon verder. Runes and favors. Die zijn active. All Father's Armor. Abandon Run kan ik doen. En dan kan ik inderdaad gewoon zeggen van ik stop hiermee. Want dit is geen quest, hè. Wat ik nu aan het doen ben, is geen quest. Creatures of Fire and Ice. En dan kan ik inderdaad gewoon zeggen van... hier is Nilfheim Skills, dat is ook wat anders. Als ik nu Abandon Run doe, dan kan ik gewoon weer terug naar de normale wereld waarschijnlijk. Yes. Skilled at killing all manner of things. Dan wil ik weer gewoon naar de normale wereld. Keep me out! I pulled your realm out of Ymir's ass! I will send it hurtling back to the void if I have to. Yeah, yeah. I do not think they can hear you, old man. Thor? Have you come to lend us aid, my son? I have news from home. War rattles the gates of Asgard while you dally in this dream of rescuing Baldur.
My whole life I've defied expectations by doing the unthinkable. How could I do any less when your brother's life is at stake? My stepbrother is dead. There is no life at stake. You are full of advice to all who will listen, but deaf to anyone else. Can you name anyone with more wisdom than I? Who has fought and fallen and sacrificed more than I have? No. Then I hope you will understand, son, why I do not take counsel easily. So, you're going back. Back to Niflheim. As many times as it takes. Skills can now be unlocked and equipped with memories at Munin's perch at Odin's camp. Extra health, extra damage. The gear obtained when starting a run is of superior quality. Dat is handig. Dat is ook handig. Die senses. Parry damage. Geen falling damage. Ook leuk. Grote melee links, allemaal niet zo heel spannend. Nee, dan wil ik gewoon naar boven. Alles op health. Oké, dan kan ik hier nu ook weer uit. Gewoon naar de normale wereld. World map is unavailable. Hoe ga ik hier weer uit? Terug in de grot? Nee. Hoe ga ik hier weer uit? Uw outfits. Ja, ik had er één gepakt. Minder armor. Increased range damage. Ja, daar hebben we niet zoveel aan. Hoe ga ik hier uit? Ik wil gewoon weer naar de normale wereld. Wat is dit? Dit is niks. Wake up. Ja, hè. Alle progress wordt opgeslagen voor een eventueel volgend bezoek aan Niflheim. Dan doen we dat. We hebben wel dus weer iets unlocked, waar we misschien later iets mee kunnen. Maar niet nu. Ik wil gewoon verder met de normale wereld. Heeft die dwerg vast een mening over? Relax, you're in Ravensthorpe, in my workshop. How do you feel? What do you remember from your dream? Very little, but I'm filled with a sense of... urgency. That makes sense based on what I've heard here. But it is all in your mind. You should take a break from this now. Would you like to see what you have inspired? Yeah. Let me see. Hoes? A mount. Well, dan kan ik met die dream fragments kan ik dingen kopen. Hellbone Shield, lekker hoor. Het zijn allemaal skins. Oké, dus kan ik speciale dingen mee unlocken. Goed om te weten. Nou, we weten dus dat we in elk geval in Niflheim kunnen komen. Met deze quest. A gift from the other world.
En dan gaan we gewoon in de volgende video maar weer naar Randvi. Om te kijken wat zij ons kan bieden aan, aan nieuw gebied. Of aan nieuw gebied. Weer aan een nieuw gebied kan gaan helpen. We gaan het vragen in de volgende video. Dus graag weer tot dan!